Nederlaag voor Diok tegen HRC. Een binnenstad vol vossen. En eigen drank mee is niet oké. Welkom bij het Unity TV nieuws van maandag 28 september. GroenLinks is de ontgroening van Leiden-dorp zat. Volgens gemeenteraadslid Frauke Joester laat het college van burgemeester en wethouders te pas en te onpas bomen vellen, ondanks herhaalde toezeggingen over de beschermde status van de bomen. Met de kap van 13 volgroeide lindenbomen in de Splinterlaan en de plannen om 17 grote wilgen te kappen langs de Oude Rijn en de Van der Valken-Bouwmanweg is de grens voor de oppositiepartij bereikt. De massale kap was voor zowel veel omwonenden als ook voor de gemeenteraad een verrassing. Volgens GroenLinks moeten de kapvergunningsaanvragen goed in de gaten worden gehouden en moet de gemeente niet meteen gaan kappen wanneer een individuele bewoner van Leiden-dorp klaagt over een groep bomen. LCKV Jeugdvakanties organiseerde zondag een succesvolle vossenjacht in het centrum van Leiden. 50 vossen hadden zich over het centrum verspreid. Zo waren er soldaten op de Burgt, Teletubbies op de Nieuwe Rijn en een band op het Vrouwenkerkhof. De jacht werd georganiseerd vanwege het 95-jarig bestaan van LCKV. Zo'n 300 kinderen deden aan de vossenjacht mee. Alle kinderen kregen een oorradio mee waarop ze via Unity FM live aanwijzingen en hints kregen. Isabel van Tol is de grote winnaar van de vossenjacht geworden. Zij won een LCKV-kamp naar keuze. Ja, het is heel gezellig, leuk, vooral heel publiek op de straat. En allemaal leuke sketches die je ziet van Simon en postbode Simon. En hier weer een bruidspaar en zo zijn er nog wel wat leuke anekdotes te vinden. Ja, leuk. Ja. Want ik heb er al heel veel gezien. We komen van buiten de stad en onze kinderen zitten al jaren bij de LCKV. En dat is voor ons erg leuk om mee te doen. De heren van de Leidse rugbyvereniging Diok hadden zaterdag een collectieve off-day. Er viel tijdens de kraker Diok HRC voor het thuispubliek vrij weinig te genieten, want na een dramatisch verlopen eerste helft stond Diok al met 0-24 achter. In de tweede helft vocht Diok zich met 2 tries nog wel terug in de wedstrijd, maar omdat ook de Hagenezen nog eenmaal wisten te scoren, was dat niet voldoende om HRC te verslaan. Er werden veel fouten gemaakt die we niet van Diok gewend zijn. Knock-ons, intercepties, ziekenhuispasses en misplaatste kicks. HRC was juist razendsnel in de omschakeling en profiteerde met 4 tries voor de rust van het foutenfestival van Diok. In de tweede helft probeerde Diok het nog wel, maar het speelde een verloren strijd. Het kwam via Ruben Niggebrugge en een conversie van Freek de Romein terug tot 7-24, maar zag Den Haag uit een snelle counter toch weer uitlopen tot 7-31. De tweede try van Diok in de slotfase van Jasper Henneveld was slechts een pleister op de wonden. Zijn try bracht de eindstand op 12-31. Er zit voor Diok nu niets anders op dan op 3 oktober te laten zien aan RC Het Gooi dat het team beter is dan het dit weekend heeft laten zien. Ja, niet zo goed. Te veel fouten. We beginnen gewoon weer sterk, net zoals vorige week. En gewoon een paar tegenslagen, basisdingen die fout gaan. En we laten onszelf gewoon die wedstrijd opnemen. We beginnen gewoon goed. We hebben die wedstrijd eigenlijk onder controle en... We verliezen hem eigenlijk gewoon te makkelijk. We verliezen de wedstrijd van onszelf. En dat is gewoon zonde, want je ziet dat er zoveel potentie in het team zit. En ik bouw gewoon onze stekker, want het had niet gehoeven. Net zoals vorige week. Vorige week Jukes was sterker, Den Haag. Weet je, vandaag... Ze benutten gewoon de counter, weet je. En we zijn gewoon veel beter. Alleen onze organisatie in defense moet gewoon een stuk strakker. We moeten beter communiceren. We moeten met tegenslagen om kunnen gaan. En als we dat doen en een kopje erbij houden, dan weet ik zeker dat als we even 1 traatje tegenkrijgen, dat we gewoon die wedstrijd vasthouden. En dan komt het wel goed. Daar ben ik zeker van. Eerste helft vond ik die ook verrassend goed spelen in het begin. Alleen wij konden
profiteren van hun fouten. Dus we scoren drie snelle tries. En dat bracht ons echt heel erg in de wedstrijd. In de tweede helft zie je dat Dio ook erg fit is. Erg de wil had nog om te spelen en maakte het ons heel erg moeilijk. We hadden hier en daar blessures en Dio had ook zwaar. Dus uiteindelijk voor ons een goede wedstrijd. Ja, winnen is winnen natuurlijk. Maar ook voor Dio veel respect. Echt een harde pot. Tot aan 80 minuten lang gewoon een harde wedstrijd zoals het hoort. En ja, blij dat wij mogen winnen aan het einde natuurlijk. Natuurlijk zwaar teleurgesteld. We hebben verloren vandaag. We beginnen de wedstrijd goed. En door niet vast te houden aan het structuur en het nieuwe spelpatroon wat we neergezet hebben, een beetje individueel foutjes, kom je heel snel achter te staan en dan loop je achter de feiten aan. Dus ja, teleurgesteld. Ja. Maar wel ook positieve dingen gezien en daar gaan we ook mee verder. En werken op naar de volgende week. Ja. De Leidse horeca is het zat dat bezoekers van grote gratis evenementen zoals Leidens Ontzet steeds vaker hun eigen drank meenemen. Daarom lanceren Koninklijk Horeca Nederland en Cafévereniging Leiden de campagne Eigen Drank Mee Niet Oké. Okay. Initiatiefnemer Wouter Vermeulen van Café Lazarus legt uit waarom. Nou ja, omdat wij simpelweg het hele feestje organiseren. En dat moet terugverdiend worden uit de baromzet. En als mensen dat doen, dan is er geen baromzet. Dat is heel kort door de bocht gezegd hoe het is. Want veel Leidenaren nemen zelf hun drank mee. Met name de jongeren. Nou, je begint eerst met je eigen drankje. Neem je gewoon mee van huis in een flesje. En dan daarna ga je... Ja, gewoon met z'n allen wat drinken overal. Gewoon hier een drankje halen. Ja, jij? Kun jij hier ook een drankje halen? Ik denk dat ze eerst bij mijn huis wel wat zullen drinken, maar daarna ook wel naar een horeca plaats kunnen gaan. Ik denk dat iedereen het wel doet. Iedereen wil wel iets goedkoper uit zijn. En gewoon, dan haal je een blikje bier bij de Jumbo, zo ben je weer een eurotje goedkoper uit. Ja. We gaan sowieso de tap toekijken. Dat doen we altijd, maar vanuit Zoeterwoude, maar dat weet je. Yeah. En dan gaan we ook gewoon nog wel de stad in, met z'n tweetjes. Maar dan kopen we hier wat, we krijgen geen drank mee. Een vaak gehoorde klacht is dat Leidens Ontzet een melkkoe is voor de horeca. Maar dit is volgens Vermeulen een mythe. Ik sta hier en voordat ik mijn eerste pilsje tap met tenten, bands, acts, belastingen, loonbelasting. Je moet je vergunning, je plan. Ik denk dat ik al 15.000 euro verder ben voordat ik überhaupt open ben. Yeah. En dan komt mijn eerste klant en zegt, goh, goed bandje man. En die draait dan zijn eigen fles Bacardi open. Ik begrijp echt wel als je de stad in gaat. En het is natuurlijk ook een beetje een 3 oktober dingetje, maar blikjes meeneemt. Maar als je dan neem lekker je blikjes mee, kom hierheen, drink ook nog je blikje leeg. En koop dan ook nog een paar pilsjes aan de bar. Vind je van de prijs eigenlijk? Tijdens zo'n feest bij de Leidse horeca? Nou, niet normaal. Het is wel gewoon heel erg duur. Ik bedoel, we zijn ook gewoon studenten. Dus ja, je hebt gewoon niet zoveel geld om dan elke keer, vooral mixdrankjes en zo, die zijn gewoon echt heel erg duur. De prijzen worden steeds duurder, dus ja. Ik vind wel, ik zou het zelf ook wel doen hoor. Gewoon een blikje bier meenemen. Kost een pilsje met Leidens Ontzet? 2,50. Toch, studenten die we spreken zeggen, het is zo duur. Ja, dat klopt. Het is hartstikke duur, net als alles. Wat mij betreft kan dat ook goedkoper, maar dat probleem ligt vooral in Den Haag en bij de brouwerijen die dat allemaal heel duur maken. Met de actie Eigen Drank Mee is niet oké, wil de Leidse horeca een positieve boodschap afgeven. Want als je een bestelling aan de bar doet, ben je een bijdrager. Ja, inderdaad. Dus joh, neem lekker blikjes mee, maar koop ook een pilsje aan de bar. Dat is het verhaal, want anders stopt het gewoon. Dat stellen. Want ik merk wel dat bij mij en al mijn collega's die gewoon zeggen, ja, als het nou niet beter wordt, dan hou ik me op met buitenevenementen. En dan stopt gewoon je feestje, denk ik. Dan kan je nog de kroeg in en dat is het dan. Dus dit jaar met z'n allen een pilsje kopen. Volgend jaar weer. Dit jaar ook een mooi feest. Inderdaadjes, ja. En dan nog het weer. Vandaag was het een mix van wolken en zon bij ongeveer 17 graden. Rob Zwerver maakte voor ons in de nacht van zondag op maandag een foto van de superbloedmaan. De zeldzame superbloedmaan wordt veroorzaakt door een maansverduistering met een gloeiende rand. De maan stond vannacht erg dichtbij en het was nagenoeg onbewolkt, hetgeen dit soort sprookjesachtige plaatjes opleverde. Vanavond en vannacht trekt de bewolking weg en kan er mist ontstaan. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen wordt het een zonnige herfstdag bij een matige noordoostenwind en het wordt ongeveer 17 graden. En de rest van de week blijft het droog en krijgen we veel zon en de temperaturen liggen gemiddeld rond de 17 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden we ons weer en in de tussentijd houden we op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je een heel fijne dag.